u de microfoon aan u, dan kunt u nog iets zeggen. Dankjewel. Boemeldonkse jongens en meskes, oftewel Boemeldonkse brakken. Wat ben ik blij dat jullie met zoveel hier naartoe gekomen zijn. Want die tweede brakzitting die we dit jaar gaan organiseren, die is weer veel groter dan vorig jaar. En als er zoveel belangstelling is, dat betekent dat voor al degenen die meedoen vanmiddag, dat ze daar zoveel energie van krijgen, dat kan niet op. Want hebben jullie het allemaal al te pakken? Ja, dan ben ik snel klaar, want dan kunnen we heel snel gaan beginnen. Het Boemeldonkse carnavalsvirus, dat het kriebelt en dat je al zoveel bezig bent met carnaval. Want over 2 weken, dan moet die een optocht, die vindt al plaats. Maar zover zijn we nog niet, want we gaan hier beginnen, zoals we ook de bakzittingen s'avonds gaan beginnen, met de Prinsensuite. En die speelt de Hofkapel, en dat is een nummertje wat wij met z'n drieën, Lenneke en Nienke en ik, samengesteld hebben. En dat gaat de Hofkapel nu voor jullie spelen. Thank you.
We vinden het leuk dat hij hier is. En ik vraag me ook heel erg af of onze minister-president het ook al te pakken heeft. Want de regering maakt zich ernstige zorgen over de jeugd in Prinsenbeek. Het schijnt dat het jullie allemaal te pakken heeft. En de ministers zijn daar erg bezorgd over. Ik wil graag weten wat jullie te pakken heeft. Ik heb het zelf nog helemaal niet te pakken. Maar wie weet hoe erg ik het aan het eind van deze brakzitting het te pakken heb. Succes, ik ben benieuwd. Wij hebben hier vanmiddag ook zo'n likker. Lou de Likker heet hij. Ga er maar bij staan zoals je net geoefend hebt, want hier is Ludo van der Buis als Lou de Likker. Goedemiddag jongens en meisjes. Ik ben Lou en ik wil het vanmiddag met jullie hebben over zweetvoeten. Hebben jullie daar ook zo'n last van? Ons moeder wel. Ze is namelijk pedicure. Ze zit de hele dag in mama's voeten te pulken. En dat is niet zo erg. Maar ik heb ook last van die zweetkakkers. Het stinkt bij ons, dat wilde niet weten. Ons moeder pulkt namelijk gewoon bij ons in de keuken. En dan liggen al die luiden met een vieze poten gewoon op een aanrecht. Nou lig ik ook wel eens met mijn voet op de bank, maar nooit op de aanrecht. Zo zag ik les in de trein, met mijn voeten op de bank tegenover me. Zei die kaartjesknipper, doe jij dat thuis ook? Nee, zei ik, we hebben thuis ook niet zonder trein. En trouwens, knipte jij thuis ook van die kaartjes? In ieder geval, die zweetlucht is bij ons thuis al helemaal in de aanrecht getrokken. We zitten gewoon van die kringen in. En daar moet ik nou 's ochtends mijn boterhammen zo klaarmaken. Al die fratten en stukjes eelt die als moeder van die voeten afsnijdt, bewaar ze trouwens in een blikske. En ik iedere dag maar denken dat ik van die lekkere krentjes snoep krijg. Over lekker gesproken. Er zitten twee vliegen op een wemmen bij de vijg. Zei de een tegen die andere. Zal ik u eens een goede mop vertellen? Zei die andere. Als maar geen vies is. Ik zin eens wel lekker te eten. Wisten jullie trouwens dat ik een afwijking heb? Begon een paar jaar geleden. Ik raakte zo aan die zweetvoetenlucht gewend, dat ik het lekker begon te vinden ook. En sinds die tijd heet niet te pakken. Iedere keer als ons moeder klaar is met pulken, dan kan ik niet meer inhouden. Ik moet en zal de aanrecht aflikken. Kan er gewoon niks aan doen. En dan nog het liefst met van die lange haal. Zodat je zoveel mogelijk viesheid in één keer naar binnen sleurt. Maar na een tijdje wou ik meer. Ons moeder zat eens een keertje aan ons vader te pulken. En toen ze even de keuken uitliep, sloop ik naar binnen. Een stang dat daar hing, niet te harde. Ons vader heeft zulke zweetvoeten dat hij zijn vrijdags na een week als de sokken bij de wasmand zet, ons huis bij de verkeersbericht wordt vermeld. Zeer dichte mist, minder dan 2 meter zicht, neuszicht en afstand houden. Ons vader lag met zijn voeten op de aanrecht en lag te slapen. Hij sliep zo diep dat zelfs zijn extra ogen dicht waren. Hoe dichterbij ik kwam, hoe erger die stank werd. Maar ik besloot het toch te doen. Ik haal die natte lap uit mijn mond en haal hem over zijn voeten. Van het eelt op zijn nieuw totdat ik zing tussen zijn tenen. Hij heeft er niks van gemerkt, maar lekker dat dat was. En sinds die tijd doe ik het. Iedere zomer heet me te pakken. Bovendien is het woord tenenlikker sinds kort ook opgenomen in de dikke vandalen. En de erger Jan aan onze route danken.
kunt trouwens goed ziek worden van de glikker. Want je krijgt me toch een partij van die bacteriën binnen. Die je dan weer overlikt op iemand anders. Die dan ook weer ziek wordt. Zo had ik les de tenen van Balkenende gelikt. Heeft ze toch bijna een maand in het ziekenhuis gelegen? Was ze zijn voet nog bijna kwijt ook? En als je niet ziek wordt, dan krijg je bijna altijd van je neus rond je mond. En van die blaskers en die zwirkers. En van die grote witte koppen er bovenop. Meestal kijk daar toch maar even mee naar dokter Brand. Zie ik Alessie in die wachtkamer naast een tomatje en zijn eiken. Zie dat tomatje tegen de eiken. Hé, wanneer mag uw gips eraf? Even later maak ik bij dokter Brand naar binnen. Stik de tong eens uit, Lou, zei die. Ik stik mijn tong uit. Ze is A, zei die. Ik zei auw. Kom nou, Lou, ik raak er niet eens aan, zei dokter Brand. Nee, zei ik. Nu is dat pas verdorie wel op mijn tenen. Niet zoveel mensen weten trouwens van mijn afwijking nog. Ons moeder vindt het wel gemakkelijk. Hoef je iedere keer het aangeschoten te maken als ze klaar is met pulken. En ons vader zei altijd dat ik niet de enige ben hier op Donderdag. Er schijnen nog een hoop andere hele likkers te wonen. Noem mij trouwens Lou de Likker. Hij heeft trouwens les ook iets van een geliktekende dokter Brand gezegd, hoor. Onze Lou, die denkt dat hij een hond is, zei onze Piet. Oh ja, zei dokter Brand. Blaft hij dan? Nee, zei onze Piet. Maar hij denkt dat ik een boom ben. Je kunt trouwens nergens meer komen meer als Pietje nog. Loopt de les naar een man toe met een leren jas. Vraagt hij aan die man. Is hij een jas van verkensleer? Zeg je iemand, hoezo? Nou, zie onze Piet, omdat ze een kop er nog op zit. Hier in Boemerang heb ik trouwens ook al heel wat afgelikt, hoor. Daar in dat parkje bij de Nertenhoek en natuurlijk bij de Kuil. Maar ik ga ook wel eens naar de schoenwinkels. Zoals ik les in de bekende schoenenzaak hier in Boemerhoek, noem geen namen, want ik krijg er niet voor betaald, hè. Het was volgens mij de week voor de bekendmaking van de Prins Carnaval. Ik had me onder een stoel verstopt. Komt hier Kees zomer binnen. Hij wil een paar zwarte schoenen. Nou koopt hij nooit zwarte schoenen, dus er moest wel iets speciaals aan de hand zijn. En meteen wist ik het, hè. Kees zal onze nieuwe prins worden. En meteen kwam die drang weer op. Ik moest en zou zijn voeten likken. Maar deze keer kreeg ik een heel ander gevoel dan bij al die andere voeten. Meteen al. Het was volgens mij erg besmettelijk. Ik begon dan wat te kriebelen en te borrelen. Ik wilde hossen, springen en leuk maken. Ik vertelde het aan onze nieuwe prins. En hij benoemde me gelijk tot eerste officiële bikse hielenlikker. En als je mijn carnaval ziet dat het nog niet te pakken hebt, dan trek ik uw schoenen uit en haal een natte lap over uw voeten, zodat je vanzelf mee gaat doen. En als je het al te pakken hebt en je ziet iemand anders nog niet meedoen, dan doe er gewoon hetzelfde als ik. Lekker, lekker! Laura, Lisa en Danielle van basisschool De Horizon doen een dansje op het nummer Hij is ziek van de meidengroep Jumbo. Laat je handjes maar wapperen rond hier komen. Laura, Lisa en Danielle. Smell what you never know.
Want dat interesseert ook niemand. Mij eigenlijk ook niet. Wat mij wel interesseert, is dat ik de tweede mee een motto ben. En volgens mij had Jaapie de vierde ook een motto. Het was, rollig uit mijn tijd, bouwt wagens als kastelen. Mijn motto is, Oostvest, thuis best. Ik deed de jaar mee met de lantenzin in de kuil. Dus wij zijn een hele wagen in elkaar gezet. Bleek dat dan niet hoefde dat jaar. Ze zouden zelf wel verzorgen. Nou, dus we hadden ook zo'n wagen gemaakt en een spandoek. We dachten dat het niet zo groot zou zijn. Bleek dat het zo groot was, dat je heel de kuil erdoor niet meer kon zien. Nou, eerst waren we ook al niet, want we vielen steeds in die kuil daarom. Nou, dus ja, toen hebben we maar besloten om die snelste te worden, maar om maar de originaliteit te nemen. Dus ja, toen brak zo de grote vakantie aan. En toen had ik besloten om naar het buitenland te gaan, want ik had wel eens wat anders zien dan gebouwen en spoorlijnen die maar niet afkomen. Nou ja. Dus, ik ging niet mee het openbaar vervoer, want als het dan gaat regenen, dan heb je weer geen dak boven je hoofd. Ik reed wel een keer zelf. Dus ik rijd daar zo, boven Wetselstraat, Brilse Dreef, Wijmse Dreef, Velsgoed. Nou, dus ik sta daar zo, rood stoplicht, komt er daar in één keer een naast me staan. Dus ik dacht van, oh jee, einde van de vakantie, want je mag toch helemaal niet naast elkaar staan, want ik dacht dat de politie naast me had, want ze zaten ook nog net niet op mijn dak. Dus draait hij zijn raam naast me open. En ik dacht, oh, die vracht komt er weg. Zei ze, heb ik ook een scheet gelaten? Ja, dus ik reed maar door, want op zo'n vraag geef je natuurlijk geen antwoord. Dus ik kom weer over de grens. Ik had eigenlijk wat dorst. Dus ik reed naar een café. Het heette de Belgische Kroes. Nou, ik wist dat Belgen dom waren. Maar als ze het verschil tussen een G en een S niet wisten, ging echt mijn hoedje te boven. In elk geval ging ik wel naar binnen. En ik riep die in ober en ik zei, twee bier. Nou, het woord bier heeft hij niet verstaan, want na de twee lag heel het café in een deuk. Maar goed, ik kreeg mijn bier. Dus ik had net mijn eerste pilsje op, die in ober, 15. Dus heel dat café weer in een deuk. Dus ik stik mijn hand op, ik roep, ober, ober, komt dus. Dus die ober komt eraan. Hij vraagt, waarom moet ze komen? Nou, ik heb een vraag, zeg ik. Waarom lacht het hele café als jij een getal zegt? Nou, zei die nodig. We kennen hier zoveel moppen, we hebben ze gewoon allemaal een nummer gegeven. Als ik dan mijn nummer omroep, lacht het hele café. Nou ja, en ik dacht ook wel dat Belgen dom waren. Dus even later, een paar uurtjes, riep ik 2005. Nou, het dak ging eraf, zo hard lachten ze. Dus ik riep die nodig weer. Hij zei, wat is er nou weer? Nou, waarom lacht iedereen nou zo hard? Nou, zei die ober, die hadden we namelijk nooit gehoord. En dus weer een paar uur later, het zou gewoon 11 zijn geweest, besloot ik maar eens een onderdak te gaan zoeken. Een hotelletje. Ik vond er een en het heette de Blauwe Aap. Eerst lette ik daar niet zo op. Maar toen ik de volgende dag de naam zag, ging ik meteen terug naar binnen om te vragen waarom de hotel zo heette. Nou, ze die loketbeambte, als je hier 3 weken blijft, kan ik je dat antwoord geven. Nou, dacht ik, ze willen alleen maar geld. Dus ik zei, ik ga wel naar een ander hotel en over 3 weken kom ik terug. Nou, dus zo gezegd, zo gedaan. 3 weken later kwam ik terug. Dus ik vroeg, waarom heet het hotel de Blauwe Aap? 3 omhoog, links, laatst rechts. Dus ik ging 3 trappen omhoog, de linkse gang in en de laatste deur rechts. Wat ik daar zag is werkelijk
Niet te geloven. In zo'n grote ouderwetse vogelkooi zat een algblauwe aap. Nou, dus ik daar naartoe natuurlijk. Ik open dat deurtje en haai die een aap eens een beetje over zijn kop. Daarna deed ik het deurtje weer dicht en ik ging naar buiten. De gang uit en één trap naar beneden. Want toen hoorde ik al iets achter me. Dus ik keek om, komt die een aap in één keer achter me aan. Dus ik ren dat hotel uit en pak een fiets. En ik begin te fietsen. En die aap die blijft me gewoon achtervolgen. Dus ja, ik riep een taxi. En die taxi die reed me naar het vliegveld. Ja, liever nat als een aap achter me aan. Dus ik was eindelijk van die aap af. Stort het vliegtuig weer neer. Met mij als enige overlevende. Ik was gestrand op een of ander tropisch eiland. Dus ja, ik zag niemand. En ik ging een stukje lopen. Zie ik daar zo'n inboorling staan. Dus ik loop er naartoe en ik vraag, waar is het dichtstbijzijnde dorp? Ik hoopte natuurlijk dat hij aan de andere kant van de wereld zou zeggen. Want dan wist ik meteen dat hij de beek bedoelde. Maar helaas voor mij, hij zei 5 kilometer verderop. Dus ik ga lopen. Ik ben nog geen 10 meter ver of ik hoor alweer wat achter me. Ik kijk om, alweer die aap. Dus ik ga rennen. Ik kijk niet uit waar ik loop. En zie ook die boomwortel niet liggen dan, hè. Dus toen struikelde ik. Die aap komt naar me toe gelopen, geeft me een klap tegen mijn achterhoofd en zegt, Tikkie, jij bent hem. Nou ja, toen liep ik maar weer verder. Kom ik daar bij dat dorp aan, hoor ik in één keer een knal. Dus ik schrik me helemaal kapot. Zie ik daar in één keer een feest staan. Ze zei, de hele stam die mag een wens doen. Nou, dus het oproept nog eerst. Denken hij je en denken en denken. Dus ook, zei hij op een gegeven moment, nou, maak mij maar blank. Nou, en wat het oproef doet, doet de hele stam. Dus even later stond er een blanke stam. Behalve één jochie, die zei, maak Salma maar weer zwart. Dat jochie die dat zei, die heette Joost. En telkens als er op de eiland iemand was die zei, dan mag Joost heten, werd zijn hoofd een stuk groter. Dus toen ik op een gegeven moment zei, Joost mag weten hoe ik hier wegkom, klapte er zijn hoofd uit elkaar. Nou ja, en toen was zijn moeder zo kwaad, dat ze me zo'n harde klap gaf, dat ze een dokter nodig hadden, die ze daar niet hadden. Het was namelijk dokter Brand. Dus ja, toen brachten ze me maar naar huis. Dus we reden daar zo door Breda. We hadden weer een taxi gehuurd, helaas. Staat er in één keer een rood stoplicht. Dus die taxichauffeur wil stoppen. Ik zeg, doorrijden, rijden, doorrijden. Dus hij rijdt door. Zijn we aan de overkant, vraagt hij, waarom moest ik nou weer doorrijden voor jou? Nou, zei ik, dat doet mijn broer ook altijd. We reden weer een stukje verder. Volgende stoplicht, rood. Weer wil die taxichauffeur stoppen. Maar ik zeg, ben je nou helemaal gek geworden? Weer, rijden, rijden. Dus hij vroeg weer, moest je zeker weer van je broer doen, hè? Ik zei, ja. Nou, zij weer verder rijden, volgende stoplicht, groen. Dus hij wil doorrijden, ik zeg, stop, stoppen. Hij vraagt, waarom moest ik nou weer stoppen? Nou, mijn broer kan van rechts komen. Dus toen ik een paar dagen later van de dokter terugkwam, en een paar weken later ik genezen was, ging ik weer naar school. Naar basisschool De Horizon. Het is een horizon, dus je weet, er komt nooit een eind aan. Ik dacht dat dat dit keer ook wel niet zo zou zijn. Maar ja, helaas, er kwam dus wel een einde aan. En ik moest naar de middelbare school. Maar ja, ik wist niet naar welke. Dus ik ging maar naar huis. Want om nou te moeten lachen, nummers uit je hoofd te leren, tikkertje over de hele wereld te spelen, een klap te krijgen en zelf de huisarts te betalen, een taxichauffeur de verkeersregels uit te leggen, ben ik toch liever thuis. Adieu. René, Dine en Nine zijn 3 oude dansliedjes. Maar nu zijn ze K3 alleen vele jaren later. Ik vraag uw aandacht voor. Oma's aan de top! Oh, kijk al het publiek toch eens. Weet je nog hoe het vroeger was om te gaan optreden en zingen voor al die mensen? Ja, lijkt me leuk zo nog een keer optreden. Ja, leuk. Kom op, dat doen we.
als Kara Bouter. Hey luidjes, ik zal me eigenlijk eens even voorstellen. Mijn echte naam is eigenlijk Karel Bouter. Maar mijn maten die noemen me Kara Bouter. Ik ben een neef van Pinkeltje. En volgens mij een verre neefje van Paulus de Boskabouter. Ik ben eigenlijk een beetje een uitschieter van mijn familie, weet je. Het grootste deel van mijn familie die woont in Kaatsheuvel. Mijn familie is eigenlijk best wel beroemd, zeg. Ze maken er zelfs standbeelden van en zetten die in de tuin. Ik wist eerst niet wat ik wou worden. Ik zat te denken. Stratenmaker. Sta je zo op straat? Dus niet. Bakker. Zag er geen brood in? Dus ook niet. Loodgieter. Ga je zo de pijp uit? Dat was het dus ook niet. Dus ben ik een postbode geworden. Vroeger ging de post met de postduif. Alleen die kwam vaak niet aan. Mijn opa heeft daar verandering in gebracht. Hij heeft de postduif met een papegaai gekruist. Ze konden die wegvragen als hij die kwijt was. Ik ben dus postbode geworden. Als postbode moet je al die straatnamen kennen. Dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk hoor. Ze zijn best logisch. Schoolstraat. Staat de scholen. Kapelstraat, staat de kapel. Markt, daar is altijd de markt. Vogelbos, zitten allemaal rare vogels. Ja, en Valdijk, ja, daar val ik telkens. Ik moet ook wel eens over die fietsbrug, he, over de A16 bij de Haagse Beemden. Les moest ik daar zo naartoe. Doet de lift het niet? Ik denk, ik ga niet met die trap, dan maar met de lift. Deed die lift het ook niet? Ja, dan maar met de hellingbaan. Maar die lijkt trouwens wel op een paperclip, zeg. Rijd ik daar zo naar beneden, komt zo'n klein etten voorbij gescheurd en zegt, ik ben lekker snel als jou. Zij trappen, heel snel door die bocht. Ik denk, dat kan ik ook. Dus ik ga trappen. Doe mijn remmen het niet meer. Ik was gewoon bijna geplet door die een paperclip. Les was er zo'n brand uitgebroken in de Prinsenbeek. Dus ik stond daar zo te kijken. Komt de brand eraan? Staat er zo'n brand op die ladder? Haalt er zo'n oude tang uit het huis? Een oude tang? Staan ze nog weer op die ladder? Vraagt die brandweerman aan die oude dame. Ja, even op uw tanden bijten. Zegt die oude dame. Ja, dan moeten we toch eerst even naar binnen. Want die liggen op het kastje. Les wou ook zo in een chic restaurant gaan eten. Dus zit ik daar aan zo'n tafel. Komt er iemand naast mij zitten? En hij knoopt zijn servet om zijn hals. Ik denk, ik zeg tegen die vent. Dat doe je toch niet in zo'n chic restaurant als dit? Komt de lobo langs en vraagt aan die man, moet ik geknipt of geschoren worden? Les was ik zo bezig met mijn werk. Staat er ineens een agent op het fietspad voor mijn neus? Het licht te controleren? Wie had zijn licht weer niet aan? Ik. Dus die agent vraagt, doet uw voorlicht het? Ik zeg, nee, die doet het niet. Uw achterlicht dan? Ja, die deed het ook niet. Dat is dan €35, zei die agent. Zegt die agent verder, ja, ga maar verder lopen. Ik zeg tegen die agent, doet mijn licht het dan wel? Pas geleden door de straat. Ik kan weer lopen! Komt pastoor Schalkraat weer aan, voorbij. En die hoort dat. En zegt,
hoe is het wonder gebeurd? Ik zeg, wat moet ik anders als ze mijn fiets hebben gejat? Pas zag ik eens een collega van zijn fiets vallen. Ik vraag, heeft hij zich bezeerd? Zegt hij mijn collega, nee, zo stap ik altijd uit de kat. Een paar dagen geleden was ik zo bezig met mijn werk. Komt een pastoor voorbij en vraagt, weet u waar de heiakker is? Nou, ik zeg, dat weet ik. Ze vraagt hem, pastoor, kunt u mij dat ook vertellen? Ik zeg, ja, dat kan ik vertellen. Maar dat zeg ik lekker niet. Zegt die pastoor, ja, dat komt u niet in de hemel. Zeg ik tegen die pastoor, maar u nam niet in de heiakker. Zijn bij de stoplichten, dat drukke kruispunt. Deed ik die stoplichten het weer eens niet? Sta ik daar zo midden op een kruispunt, komt er zo'n man naar me toe gereden. En die vraagt, wat is de snelste weg om naar het ziekenhuis te komen? Ik zeg zo tegen die man, gewoon blijven staan en wachten. Boemeldonk is eigenlijk best wel een agrarisch dorp, zeg. Overal zie je boeren. Zelfs voor een fiets moet je bij boeren zijn. Ze hebben echt wel een goede prinses gekozen nog voor de school de griffioen. Weet je wel hoeveel kinderen die heeft? Daar kan die school maar heel de tijd van bestaan. Les ging zo'n aangifte doen bij de politie, want ik was mijn horloge kwijtgeraakt in Breda. Vertel ik ze tegen de politieagent. Dus zegt die politieagent, ja, waarom komt u dan hier op Prinsenbeek aangifte doen? Ja, toen ik hem kwijtraakte, liep hij nog. Pas geleden ging ik met mijn maat zwemmen in de Keul. We sprongen erin, het was wel erg koud toch, maar we gingen weer snel uit. Zeg een paar andere maten van mij, je ziet eruit als een kikker. Ik zeg, nee dat klopt niet, dat is niet een blauwallig. Ja, wie ziet steken, kleuren, blind, weet ik veel, maar hun in ieder geval wel. Les werd er iemand uit de kuil gezet houden, vertel ze tegen een collega. Die man vroeg waarom dan? Ja, ik zeg, hij plast in het water. Zegt de collega van mij, ja, dat doet toch iedereen? Ja, dat klopt, zeg ik. Alleen niet van de duikplank af. Moest laatst nog naar de dokter, ik had mijn enkel gekneusd. Wat bleek nou? Ik mocht geen trap meer lopen. En dan moet je weten, ik woon op de derde etage van de flat. Dat is wel moeilijk zeg, langs de regenpijp omhoog klimmen. Nou, ik moet volgens mij gaan, want volgens mij moet ik Sneeuwwitje roepen. Ajus. Thank you.
Want volgens mij heeft die natte likker wel geholpen nog. Ik ben erg gepakt door de optredens die we tot nu toe hebben gezien. En ik ben erg nieuwsgierig naar de volgende optredens. Nu snap ik tenminste naar het Radenfeest iets van het Radenfeest. Want vroeger, dan was het altijd, dan zag ik altijd wat mensen in zo'n rijtje achter elkaar lopen. Maar ik snapte nooit wat ze nou precies aan het doen waren. Nou, nu heeft er iets anders mee te pakken. Dorst en trek. Ik wil namelijk voorstellen dat we nu even een pauze pakken voordat we de rest van de optredens gaan bekijken. Lekker even zuipen!